Ariana Grande hier. Zag je Ronald swingen? Ja, oh, ik zag man, ik ging los, ja, we gingen allemaal los hier. We zaten allemaal lekker op het vinkentouw, lekker mee te zingen met de kerstmuziek die we hier draaien. En dat betekent, als ik zo naar de klok kijk, dat we er even uitgaan om boodschappen te doen. Niet fysiek natuurlijk, daar hebben we allemaal mensen voor hier. Dan het nieuws van 1 uur. Na een uur lang Ronald Giphart. En gaan we een diepte interview met hem. We gaan het overal over hebben. Over de boeken, over seks, over nou, wat al niet meer. Jij kwam en toen dacht ik van, oeh, dat is best spannend, want ik ben namelijk geen lezer. Nee. En je denkt dat ik dat dan erg vind? Dat dan... Ja, dat denk ik dan, ja. Maar... Dat hoor je vaak. Ik ben groot fan van De Wereld Draait Door bijvoorbeeld, waar je ook wel eens zit. Mm-hmm. En dan gaat het vaak over boeken. En dan, ja. dan hoor ik wel eens heel soms een toontje van, nou ja, voor mensen die niet lezen, wat ze dan allemaal missen. En dat zouden ze wel moeten doen. Het is belangrijk voor je educatie. Dat geloof ik ook allemaal wel. Maar er zit wel iets in van, nou, mensen die niet lezen, die horen er niet helemaal bij. Nee, nou, je doet jezelf een heel klein beetje tekort als je niet leest. Dat is het enige. Als je leest, dan gebeuren er dingen in je hoofd. Als jij woorden leest, maak je zelf de beeld. Als ik jou een vraag nu te denken aan een stijgerend paard. Dan zit jij nu met het beeld van een stijgerend paard in je hoofd. En Thomas heeft een stijgerend paard. Elina zit nu met een stijgerend paard. Elina zit aan een hengst te denken. Zit aan een hengst te denken. Ja, een grote bruine hengst met wapperende... Dus je maakt jezelf die beelden. En op het moment dat ik jou een foto laat zien van een paard, dan gebeurt er vrij weinig, want dan registreer je dat is een stijgend paard. En die activiteit, noem je cognitieve arbeid, daar word je net even iets slimmer van. En wat hebben ze nou ontdekt? Dat als je leest, dan imiteert eigenlijk het verhaal een heel klein beetje onze omgang. En daar word je socialer en aardiger en vriendelijker van. Dus mensen die lezen zijn over het algemeen wat aardigere mensen. Nou, oké, nou, dat vind ik zou gelijk beginnen als ik jou was, Eddie. Heel mooi, hè? Om diezelfde reden vragen mensen mij wel eens... God, je bent waarschijnlijk heel belezen. Nee hoor, ik lees eigenlijk... ik heb natuurlijk in mijn schooltijd wel gelezen. Een paar boeken. Jan Wolkers, kort Amerikaans, Turks Fruit. Ja. Wierook en Tranen van Wout Ruinslink. Prachtig. Omdat ik natuurlijk een connectie met de oorlog heb. Gezien het verleden van mijn grootvader, die vergast is door de Duitsers. Dus dat vond ik boeiend om te lezen. Wat er gebeurt als je leest is... dat je geest tot rust komt en je helemaal focust op de woorden die je leest. Je wordt er empathischer van, vriendelijker van. Gevangenen die verplicht moeten lezen. Er zijn gevangenen die zeg je van... wil je een boek lezen in ruil voor €5? Nou, er zijn heel veel gevangenen die gaan dat doen. Ja. Wat blijkt? De gevangenen die gaan lezen. Dat is Canadees-Engels onderzoek. De kans dat ze terugkomen in de gevangenis... nadat ze zijn vrijgelaten... neemt gewoon af doordat ze gelezen hebben. Oh. In Italië is een provincie waar gevangenen... voor ieder boek dat ze gelezen hebben... 3 dagen strafvermindering krijgen. Die mannen die lezen helemaal kapot. In België hebben ze leesclubs van... mensen in de gevangenis en mensen buiten de gevangenis. Er wordt gepraat over boeken. Dat doet echt iets met die mensen.